Welkom bij het Stuur van de Bollenstreek. We nemen de afslag Teylingen. Dat doen we met Elsbeth Koek namens de PvdA en Maarten van Wely namens het CDA. En we blikken terug op de commissievergaderingen van afgelopen week. Beiden van harte welkom. Jullie zitten in verschillende commissievergaderingen, maar hebben gelukkig overal verstand van. Dat scheelt dan weer. Maar laten we eerst maar beginnen met de verkiezingen, want het is bijna zover. Stoppen? Ja. Echt? Ja. En waarom? Ja, ik heb het 11 jaar gedaan bijna. Ik vind het genoeg geweest. Het is tijd voor iemand anders. Is dat een moeilijke beslissing? Best wel, ja. Want ik vind het heel erg leuk. Je bent er goed in. En ik ben er goed in. Hey. Dat helpt. En dat is meestal een beetje, als je het iets leuk vindt, dan ben je er over het algemeen ook beter in. Ja, dat heb ik met sport, ja. Dus ik heb er denk ik wel maanden over nagedacht. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga stoppen. En nu had ik afgelopen week mijn laatste commissieweek. En dat is toch wel een beetje weemoedig. Erg eigenlijk, ja. Ik heb wel heel veel tijd overhouden. Ja, nou, ik heb al een paar nieuwe klusjes. Ja. Omdat ik dacht, straks val ik in zo'n zwart gat. Maar nee, het is geen makkelijke beslissing. Ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan. Ja, nou, op een verjaardag ben je de pineut als je zegt dat je raadslid bent. Ja. Dus, en het is een beetje een soort betaald vrijwilligerswerk, als ik zo vrij mag zijn. Ja. Dus zit er dan een bepaalde voldoening in? Of zeg je van, ik heb het voor mezelf gedaan, ik weet waarvoor ik het gedaan heb en het was mooi. Snap je wat ik bedoel? Nou, niet helemaal. Er wordt altijd over je schoenen heen geplast als raadslid. Ja. Maar je doet het toch vanuit het publiek doel? Zeker. Hoe is die weegschaal uitgevallen? Ja, ik denk dat niemand het doet om voor zijn eigen ijdelheid. Ik denk dat de meeste raadsleden overigens wel een klein beetje ijdel zijn. Want je moet dit ook wel leuk vinden. Ja, ik heb het altijd gedaan. Ik denk, iedereen doet iets voor de samenleving. En de ene is overblijfmoeder en de andere is raadslid. En ik ben er goed in. Nou, dan word ik raadslid. Ja. En ik heb nou niet alles voor elkaar gekregen wat ik wilde, maar ik ben best tevreden. En jullie gaan nu de verkiezing in. Ja, dat is natuurlijk, ja, jouw pakje aan niet meer, maar met een nieuw gezicht. Ja. Helemaal fris. Met Sandra. Ja, Sandra Groenendaal. Ja. Ja, leuk. Echte sociaaldemocraat. Iemand die al heel lang lid is van de Partij van de Arbeid. Ook echt een sociaal hart heeft. Dus ik hoop en verwacht dat ze het heel goed gaat doen. Ja. Wel contractverlenging? Daar lijkt het wel op. Ja, dus je moet de verkiezingen nog afwachten natuurlijk. Maar nee, ik ben weer verkiesbaar. En ik herken wat Elsbeth zegt. Ja, ik heb het geen 11 jaar gedaan. Ik heb 1 periode nu. Maar ik moet zeggen, ik vond het ook wel leuk en leerzaam om te zien hoe het functioneert. Ja, misschien na 11 jaar of na 8 jaar dat je zoiets hebt. Ik weet nu hoe de hazen lopen. En, maar ik vind het ook echt wel leuk om te zien hoe nu beleid tot stand komt. Waar de keuzevrijheid wel en niet in zit. Want die is in mijn ogen soms toch nog best beperkt. Waar je echt keuzes over kunt maken. En ik heb het wel, doe het graag. En hoe gaat het bij het CDA? Als je door wil krijgen, dan is het een functioneringsgesprek of zo? Of, we hebben jaarlijks functioneringsgesprekken met het bestuur en de fractievoorzitter. Er wordt gewoon geïnformeerd wie heeft er nog energie en nog zin om door te gaan. Dus dat staat vrij. En alle nieuwe raadsleden die willen, of de kandidaten. Ja, die komen bij een vertrouwenscommissie. Maar ik denk dat dat bij jullie op dezelfde manier gaat. Ja. Die praten met een paar afgevaardigden van de partij. Lokale afdeling. En die stellen de kieslijst samen. En de volgorde. En dan is het even afwachten wat je plek wordt. Ik sta op nummer 3. Nummer 3. En wie staat er dan boven? Wie zijn 1 en 2? 1 is Peter Scholten. Die is weer lijsttrekker. En René Wietsma, net als vorige keer, was ook nummer 2. Okay. Dus ik ben nu nummer 3. En wat leuk is om te zien is dat er weer een aantal nieuwe kandidaten zijn. Dus dat is wel weer een beetje jong bloed. Ook wat jonge mensen. Dus dat is wel leuk. En heb je er dan zin in om met folders op de markt te gaan staan? Dat lijkt me eigenlijk een beetje vreselijk. 4 jaar geleden vond ik dat heel, heel leuk. En dacht ik ook echt dat het heel nuttig was. En nu vind ik het wel een beetje verplicht nummer. Ik vind het ook een beetje als je het al 4 jaar erin gezeten hebt. En je moet dan nog de burger gaan overtuigen waarom je de dingen doet en wat je wil. Ja, of ze hebben de krant niet in het nieuws niet gevolgd, of je hebt zelf je best niet gedaan. Ja. Ik zit er een beetje dubbel in, maar ja, het is wel noodzakelijk om campagne te voeren. Een strijd die gevoerd moet blijven worden. Zeg. Ja, maar goed, die moet je elke week of iedere commissievergadering en iedere raadsvergadering is een beetje campagne. Dus, nou, ja, dan gaan we maar naar de vooruitgang. De woningstichting in Sarsheim, in grote problemen. Er is 2 keer ingegrepen door de autoriteit woningcorporaties. En nu zijn ze onder toezicht gezet. Dat is in december gebeurd. En eigenlijk komt het erop neer dat de Raad van Commissarissen is opgestapt. Die hebben een groot conflict met de directeur-bestuurder. Maar daar draait het bijna niet om. Het gaat om de informatievoorziening door wethouder Brekelmans als hij erover gaat. Dan denk ik, wat heeft de gemeente met een woonstichting? Wat voor bemoeienis heeft u ermee? Bemoeit met uw eigen zaken? Zo'n zelfstandige stichting? Ja, nee, dat punt snap ik.
probleem is, de politieke partijen, de raadsleden, die worden benaderd door inwoners. Die zijn verantwoordelijk voor sociale huisvesting. Dus zo'n belangrijke partner als de Vooruitgang negatief in het nieuws komt. Ja, dan is het moeilijk om je te beperken tot waar je daadwerkelijk over gaat. En ik denk in de afgelopen twee vergaderingen, de vorige raadsvergadering, ging het er ook al stevig over. Kijk, onze spreekbuis is de wethouder, Bas Brekelmans. Dus ja, wij kunnen als raad ons tot Bas Brekelmans richten. En, en Bas moet het namens de gemeente Teylingen weer met de autoriteit woningcorporaties en met de Vooruitgang opnemen. Maar ja, het is een hele, toch best wel een beetje troebele kwestie. En ik vond de afgelopen commissievergadering wel verhelderend. Ik vond dat Joost van Doesburg best terecht flink op de orgel ging. Want de brieven, de informatie die we gekregen hadden, ja, dat was, bleek achteraf maar van één kant. Één kant van het verhaal. Maar ja, was wel uitgesproken, om maar zo te zeggen. Maar ik vond dat Bas Brekelmans, de wethouder, ook wel duidelijk aangaf. Let op, dit is alleen maar het verslag van de autoriteit woningcorporaties van de voormalige RVC. En dus de reactie van de directeur-bestuurder zelf, van meneer Schrader, die zat er nog niet bij. Dus hij was overigens wel in de commissievergadering aanwezig. Wat ik in eerste instantie best ongemakkelijk vond. Maar ook wel weer dapper van hem. Ja. En wat misschien ook weer aantoont dat hij echt dat er echt zuiver in zit. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten. In het begin dacht ik, het kan maar één kant op. Maar na de laatste commissievergadering had ik wel zoiets. Ja, nou ja, het moet echt gewoon. Het oordeel zal geveld worden door de autoriteit woningcorporatie. Ja, en we gaan er wel een klein beetje over, als ik mag aanvullen. Ja, want wij hebben prestatieafspraken met de coöperaties. Juist voor de woningen van hele kwetsbare groepen. Het is deze week bij de monitor ook nog even aan de orde geweest. Het is heel erg nodig om flexibeler te bouwen. Voor mensen die korter kunnen verblijven. Mensen die in scheiding liggen. Arbeidsmigranten, statushouders. Maar ook gewoon Teylingers die ook een plek zoeken. En dan is het belangrijk dat je dat met een betrouwbare partner kunt doen. En op het moment dat je als raadslid in de krant moet lezen dat de Vooruitgang onder toezicht staat, dan heeft de wethouder niet goed ingeschat hoe belangrijk die partner is. En had hij ons alert moeten reageren en dat heeft hij niet gedaan. Ja, uw partijgenoot Joost van Doesburg heeft hier brieven achterhaald, ja. Waar meer informatie. Vond u niet, hij ging er wel heel erg met gestrekt been in. Op een gegeven moment had de wethouder toch wel duidelijk gemaakt van ja, maar je moet een soort horen en wederhoor. We hebben nu wel documentatie, maar het is nog niet allemaal duidelijk, het totale verhaal. En daar wordt nu onderzoek naar gedaan door de Raad van Commissarissen. Dat heeft hij volgens mij wel 16 keer gezegd. Maar toch ja, was hij voelde zich zichtbaar ongemakkelijk en terecht, ja. Denk ik. Maar uw partijgenoot Die had daar geen genoegen mee, was het? Nee, en want voor ons gaat het gesprek voor een deel natuurlijk over wat er uit het onderzoek komt. En dat moeten we nog afwachten. Maar het gaat vooral over het feit dat Bas Brekelmans alert had moeten reageren. En op het moment dat dan een raadslid brieven achterhaalt, terwijl je aan de wethouder al eerder hebt gevraagd, niet alleen Joost, maar de hele commissie, van goh, informeer ons nu eens. En dat dan een raadslid de brieven moet ophalen, nou dan heb je als wethouder gewoon een probleem. Ja, dat was niet zo, hè, zei hij, geloof ik. Nee, er zat wel een tijd tussen. Van Doesburg stuurde de mail rond met die brief erin. En toen reageerde de wethouder ook gelijk van, nou Joost, fijn dat je dat gedaan hebt. Maar in de raadsmail die je zo meteen krijgt, zitten de brieven ook. En wij hebben ze ook binnengekregen of boven water gekregen. Ja, maar goed, op zich vond ik het scherp van Joost of van de PvdA. Ik weet niet wie het geregeld heeft. Maar ja, weet je, ze hebben wel hun taak als oppositie goed opgepakt. En daar wel volle bak achteraan gezeten. Maar hoe is het nu afgerond? Eerst maar afwachten, dat onderzoek afwachten van de Raad van Commissarissen. Een of andere meneer Minderman, een autoriteit, geloof ik, op het gebied. Die nemen gewoon hun tijd. Die trekken zich niks aan van verkiezingen, van raadsleden. En ook eigenlijk niet in eerste termijn van de huurdersbelangen. En dat vind ik terecht, dat PvdA en wij ook hoor, wij hebben daar ook best wel fel op gezeten. Het gaat om potentieel kwetsbare mensen. Dit gaat geld kosten en we weten nog niet waar het gaat eindigen. Nee. En dat de Vooruitgang niet de allersterkste partner is, dat denk ik wel dat we dat, STEK heeft meer kunnen investeren en kunnen verduurzamen, samen met Warmunda in Teylingen, dan dat de Vooruitgang dat gedaan heeft. Dus ja, het is spannend wel. Ik vind het wel spannend. Het is een lastig dossier. We gaan ik vond ook nog wel van Bas met die informatieverstrekking. Enerzijds had hij natuurlijk de motie dat hij zo snel mogelijk de informatie moest verstrekken. Anderzijds zat hij met het zorgvuldigheidsbeginsel. Ik snapte wel een beetje de spagaat waar hij in zat. Want deze brief alleen van de autoriteit woningcorporaties was slechts de visie van de voormalige RVC. Dus misschien was het beter geweest dat hij helemaal niks gestuurd had. Of hij had niks moeten sturen, of hij had iets sneller
de stukken toe moet sturen. Ja, ja. Zo'n verhaal heeft altijd veel kleuren. Want als je de stukken leest, dan vind ik, gaat het heel erg over risicobeheersing. Dat is natuurlijk ook waar een coöperatie over moet gaan. Maar als ik dan kijk naar wat er staat in Sassenburg en het feit dat we daar een dependant van het Alrijnen ziekenhuis hebben, dat heeft ook wel te maken met iemand die met visie en ontzettend veel tomeloze energie getrokken heeft aan zo'n gebouw en eigenlijk aan zo'n zorgconcept. Ja. En dan kan je kijken, ja, risico en hij laat zich niet aanspreken. Nou, dat is misschien wel waar. Maar tegelijkertijd staat er ook wel iets waarvan we, waar we ook heel erg trots op kunnen zijn. Ik vond toch nog een rood draadje, zeg maar, tijdens de commissievergadering. Want u ging ook over scholen praten. Dat gaat u ook helemaal niet over. Nee. De kinderburg, ik zeg steeds brug, maar het is burg. Ja. En de rank, ja. Die gaan samen. Ja. En daar moet een gebouw voor komen. Ja. En misschien moet het wel een IKC worden. Ja. En zeg ik dat goed? IKC? Ja. Ja, Integraal Kindcentrum. Ja. Dat is een soort van concept van met allerlei een andere partijen. Bedrijfsverzamelgebouw voor jeugd. Meer dan onderwijs. Zo zullen we maar even kort samenvatten. Ja. Wat heeft nou de gemeente daar nou weer mee te maken? Die scholen mogen toch zelf weten wat ze doen? Die moeten toch alleen maar zorgen dat ze een goede behuizing hebben? U gaat toch alleen maar over het vastgoed? We gaan alleen maar over de stenen. Ja, dat is, zo klonk het niet tijdens de commissievergadering. Nou, en wij gaan ook wel over onderwijsconcepten, vind ik. Want het is een IKC is niet alleen maar een onderwijsconcept. Het is wat mij betreft ook echt een centrum waar onderdelen voor jeugd bij elkaar komen. En op het moment dat je daar dan over begint als schoolbestuur. En je hebt eigenlijk geen visie op wat er in dat IKC moet zitten. En met welke partners je dat wil doen. Of je misschien wel de BIEB erbij zou willen halen omdat het Rijnlands ernaast staat. Dat je nadenkt over, goh, wat speelt er eigenlijk in deze wijk en welke partners horen daarbij. Nou, dan denk ik, dan haal je een hele hoop overhoop. Want er zijn ontzettend veel bezorgde ouders. Waarom? Die bang zijn dat het protestant-christelijk onderwijs in Sassheim straks niet meer bestaat vanwege de fusie. Zonder dat je eigenlijk een goed inhoudelijk gedegen verhaal hebt. En dat is waar we de wethouder op aangesproken hebben. Oké, wat heeft hij dan verkeerd gedaan, die wethouder? In dit geval gaat het over het feit dat hij eigenlijk niet goed heeft gestuurd. Dus hij wist al maanden geleden dat het bestuur van de beide scholen dit van plan waren. Heeft niet gecommuniceerd en heeft ook niet gestuurd op een goede samenwerking. Eerder hebben wij in Teylingen mooie voorbeelden gehad van samenwerking tussen verschillende scholen. De Leo Kanner heeft een dependans bij de KTS waar nu jongeren met... wat ingewikkelder gedrag of leerproblemen, toch een startkwalificatie kunnen halen. Daar hebben we eerder ook als raad, volledige raad, laten zien dat we bereid zijn om extra te betalen op het moment dat er een mooi inhoudelijk concept is. Nou, daar had hij in dit geval ook op kunnen sturen. Dat had iets heel moois kunnen zijn en dat heeft hij laten liggen. Maar dan vertelt hij wel dat hij bij ouderenavond is geweest om een beetje feeling te houden. En dat doe je nog niet goed als wethouder. Die arme partijgenoot van u, Hees van Velzen. Ja. Verkocht hij die goed? Wat zou ik zo zeggen? Nou ja, kijk, aan de achterkant, als hij bijvoorbeeld eerder geïnformeerd had, als hij een paar maanden geleden al de raad geïnformeerd zou hebben over en naar buiten gebracht zou hebben dat het met leerlingenaantallen niet helemaal lekker ging, dat er een nieuwe school moest komen, terwijl die anderen nog niet eens zo heel oud zijn en die zijn nog lang niet afgeschreven. Dan had hij zich weer te veel bemoeid met de stichting zelf en met de inhoudelijke kant van het onderwijs. Dus ik denk dat hij dan ook kritiek gekregen had. Dus ik weet niet of hij het in deze situatie een goede keuze had kunnen maken. Feit blijft wel dat... oudste dochter gaat in Warmond naar één school. Er is nog maar één school over. Hè. Dat was katholiek, protestant en openbaar. Dat is er nu één. Dat dreigt nu ook in Sassheim te gebeuren. In Warmond gaat het goed. In Sassheim is er wel weer een sterkere smaak. Hè. Onze achterbanden, of een deel van onze achterbanden, de protestants-christelijke vleugel, ja, die zochten elkaar wel op. Die ene school en dan ligt dat wel heel gevoelig. En dan neem je natuurlijk die stichtingen die er een potje van gemaakt heeft. Ja, om daar dan als wethouder met je Salomons oordeel te komen, ja, is ook niet. Ik weet niet wat ik zelf anders gedaan zou hebben. Ja. Hoe is het nu afgerond? Nou, eigenlijk niet. En wat heel erg vervelend is, is dat de rank een kwetsbare school is. Eigenlijk onder de norm is gezakt met leerlingenaantal en ook docenten of leraren zich daar heel veel zorgen over maken. Wat ik tussen de regels door begrijp is dat de leraren zich nog niet eens zo heel veel zorgen maken over de fusie. Omdat ze denken, ja, anders blijven we niet eens voortbestaan. Nee.
En de wethouder gaat nu kijken, omdat de commissie heeft een aantal vragen gesteld. Die willen dat de samenwerking met de ouders beter wordt en dat we daar zichtbare resultaten van zien. Dat er een visie komt op wat dan een integraal kindcentrum zou moeten zijn. En dan wordt het voorstel opnieuw in behandeling genomen. Eerst huiswerk maken. Oh ja. Tot slot, altijd leuk, 3 kleine jongetjes, 10, 9 en 10 jaar. Ja, superleuk. Ze kwamen net boven de tafel uit. En wat kwamen ze doen tijdens de commissievergadering? Ja, ze hebben bedacht dat er in Voorhout een fiets, skiler, skatebaan, BMX-baan moet komen. Hebben daar een plan voor ontwikkeld. Hebben verschillende scholen aangeschreven. Hebben vriendjes en vriendinnetjes gevraagd mee te denken. En kwamen dat plan eigenlijk à la skilerbaan aan ons presenteren. Maar het was geen hamerstuk. Dat was nee, het was niet echt een hamerstuk. Nee, want het was echt ook alleen nog maar een tekening. Ze hadden zelfs wel wat locatieonderzoek gedaan en gezegd van nou, daar kan het misschien en daar past het niet. En ze schatten in dat het ongeveer 100.000 euro kost. En dachten dat ze zelf ongeveer wel de helft op zouden kunnen vangen. Dat doen ze goed. Rijke ouders behoorlijk zoveel geld. Nou ja, en er was ook veel draagvlak voor. Dus die gaan nu met de wethouder praten om te kijken hoe ze dit concreet kunnen maken. Want ze hadden ook al zelfs gekeken als je een gravelbaan neerlegt. Nou, dat wil je natuurlijk eigenlijk niet, want dan kom je altijd vies thuis en je kan er niet op fietsen als het geregend heeft. En dat willen alle vaders en moeders niet, die ook een deel van de baan moeten betalen. Dus ze vinden eigenlijk dat het beton moet zijn, of asfalt eigenlijk. En nou gaan we, nou je komt er terug in de commissie, ze gaan eerst met de wethouder praten. Nou, geweldig. Ja. Een mooi onderwerp. Super. En een goede timing. En een goede timing, met vlak voor de verkiezingen. Zeker. Ja, ook nog politiek gevoel hebben ze ook nog. Krijgen we aandacht voor. Raadsleden in de dop. Ja, inderdaad. Een betere afsluiting had ik niet kunnen verzinnen. Bedankt voor de komst naar de studio. Dit was het stuur van de Bollestreek afslag Teylingen. Bedankt voor de aandacht. Graag tot de volgende keer.